Bestelauto-nieuws. Bestelauto's zijn voor het bedrijfsleven niet weg te denken. Jaarlijks worden er meer dan 50.000 van deze werkpaarden verkocht. De inzet van deze lichte bedrijfsauto is trouwens heel divers. En dat geldt ook voor de eisen die eraan worden gesteld. Daarbij is een goede prijs-prestatieverhouding altijd belangrijk. En daar speelt Mercedes-Benz met een nieuw instapmodel op in. We hebben de Vito Functional geïntroduceerd, met name voor de ZZP'ers, het MKB en de parken waarbij grotere floten lopen. Bij die grotere voertuigfloten wordt doorgaans wat sterker op de kosten gelet. Wat niet altijd wil zeggen dat voor een goedkoop alternatief wordt gekozen. Functional staat voor, zoals de naam al zegt, pure functionaliteit in de bedrijfsauto. Wij leveren de auto ook uitsluitend in standaard lakken. Daar bewezen is dat 90% van de bedrijfsauto's voornamelijk in standaard kleuren wordt gekozen. Verder gaan we de auto leveren in 3 lengtevarianten. Kort, middellang en extra lang. De auto wordt uitsluitend geleverd met een 109 uitvoering. Dat impliceert dat de auto in 1 motorvariant leverbaar is, 90 pk. Ondanks de prijs van slechts €15.500 is het beslist geen uitgeklede auto. Zo zijn bijvoorbeeld elektrische ramen en spiegels standaard. Buiten de 3 lengtevarianten die we leveren in ons modellenprogramma, zijn ze ook leverbaar in dubbelcabine uitvoeringen. Vanaf de middellange uitvoering is de standaard dubbelcabine leverbaar. Maar ook op het gebied van de veiligheid zijn er geen concessies aan de uitvoering van de besteller gedaan. De auto is standaard voorzien van een airbag voor de chauffeur. Tevens hebben we ABS en ESP. De Vito heeft een representatief uiterlijk. En ook het interieur is mooi uitgevoerd. De auto heeft een overzichtelijk dashboard en een joystick-schakeling. Onder de motorkap ligt een moderne 90 pk CDI diesel die voor prima prestatie zorgt. Tevens een veiligheidsaspect voor de Vito Functional is een afsluitbare achterklep. De achterklep is op afstand af te sluiten. Dit is met name gunstig voor bijvoorbeeld een couriersdienst. De man levert een pakketje af, normaal gesproken stapt men uit en loopt weg. En nu kan men op afstand de auto ook afsluiten. Buiten de klep is de auto ook leverbaar met 2 deuren optioneel. Meer informatie over deze bestelauto vindt u natuurlijk op onze website.